in de armen van Morpheus. Ik was op weg naar Budapest. Ik kreeg een lift ter buitenwenen van een meisje in Mercedes. Ze toonde mij haar navel en de bergen in het noorden. De Zoute Zee in het zuiden, als was ik Mozes, ze ging op. Ach, mijn beste Morpheus, aan mijn dromen iedere dag. Geef me een frisse kop voor elke nieuwe dag. Dames en heren, partners van Agent, commerciële partners, allemaal van harte welkom op de eerste businessavond van dit seizoen. We hadden deze avond al een tijdje geleden gepland en eigenlijk niet toevallig vandaag, omdat wij zo'n beetje voelden aankomen. Het zou eens kunnen dat we de mensen hier kunnen verwelkomen als herfstkampioen. We zijn het net niet geworden. Alhoewel we het wel verdiend hadden, vind ik. En ik denk niet dat ik daarmee overdrijf. Maar maak u geen zorgen. We zullen u volgende keer uitnodigen als we de echte prijzen hebben gewonnen. Dus uitstel, maar geen afstel. Dan heb ik nog veel. La tête hop, niet de ruiven. Dan zijn we niet zo trots. Sier de matin. Je me lève. Goedenavond. Hartelijk dank om hier met zoveel in te zijn. Het doet warm aan het hart om jullie in ons nieuw stadion hier zo aangenaam, gezellig, attent, luisterend te zien. Ik hoop straks ook te horen. Maar hoe dan ook, denk ik dat wij van deze club een speciale club willen maken. Dus een van de eerste ideeën die toch leven is, hoe kunnen we KA Gent differentiëren van de andere clubs, eerst en vooral in België en misschien later ook in Europa. Dus eerst en vooral natuurlijk ook een winnende club. Een winnende club moet dit worden. Zusje, wil je weten waar ik dikwijls aan denk? Zusje, luister, dit is een geschenk. Ik zag amandelbomen bloeien, wel duizend in een vallei. Ik dacht de hemel, zusje, ik dacht de hemel. Roze bloesems troffen daar. Nu. Die groei van sportmarketing hangt eigenlijk met een viertal factoren samen. Eerste factor, de sportindustrie mondialiseert. Maar de groei van sport is niet te stoppen. En in die overshooting van sport zie je dus ook, oorzaak daarvan is media, televisie. En gevolg is media, televisie. Heel blij, Patrick, en ik ben eigenlijk vereerd dat ik in het voorprogramma van Hein van Hazenbroek een exposé mag geven. Omdat we bij ons thuis en in de families bij ons kijken wel op naar wat hij in KV Kortrijk gepresteerd heeft. Alle verhoudingen in acht genomen, als hij hetzelfde gaat kunnen realiseren in Gent, breken voor jullie nog mooie tijden aan. Bedankt voor uw aandacht. Waarom ziet mij, volgt me op mijn vlucht. Er zit een engel tussen mij en blauwe lucht. Komt hij mij vertellen dat ik hier verloren loop. Tussen wil en tussen droom, altijd onder stroom. Altijd onder stroom. Een applaus voor onze coach Hein van Hazenbroek. We willen groeien dat wij verder moeten bouwen. Dus wat dat betreft hoor ik heel graag Michel zeggen dat wij economisch aan het groeien zijn. Ik heb ergens gelezen dat wij al de tweede grootste zijn van het land. Dus ik hoop dat wij ook op sportief vlak, sportief budget kunnen meegroeien. En dat we ook daar kunnen groeien naar de tweede grootste van het land. Ik Thomas Fouquet, hoe gaat dat bij onze ploeg aan? Als je ergens de krant of zo gelezen hebt, want ik heb ook iets zien staan zo van Juventus komt, Tielemans scouten en ook Thomas Fouquet. Dus ik zou zeggen, dat is geen slechte ploeg, Michel, hè? Juventus, daar zit wel wat geld. Maar een scheidsrechter moet bovenal consequent zijn. En een scheidsrechter die bij mij consequent is, oké, daar kan ik mee leven. Dat vind ik, dan is hij voor iedereen correct en dan weten de spelers ook waar zich aan te houden. Als zij... Hier willen afronden qua vraagstelling. Hein, we wensen jou, dat weet je, heel veel succes. Ik ben alleen een beetje ontgoocheld. Ik had eigenlijk volgende week zaterdag op een 7-0 gerekend tegen Cercle, maar dat zit er dus duidelijk niet in. Maar goed, in ieder geval, we gaan nog even luisteren naar Derek en Vis. En dan...